Alsjeblieft, Lucas. Oh, daar kan hij niet bij, hè? Nee, daar kan hij niet bij. Ik ben met mijn 13 jaar begonnen en toen mocht ik nog niet achter de machine staan om het te maken, want dat was nog te gevaarlijk. Maar vanaf mijn zeg 17, 18 jaar heb ik ijs gemaakt tot ja, nu vandaag de laatste dag. Alsjeblieft, je ziet daar mij als kleine jongen staan. En hoe dat het hier begon met mijn grootvader aan de ijswagen. Ja, dat is een beetje zo dat het allemaal begonnen is destijds. Ik ga het aan de ene kant ga ik het wel missen, want ja, ik heb het altijd heel erg graag gedaan, mijn werk, en nog steeds. Maar ja, er is toch wel een moment gekomen om dan afscheid te gaan nemen. En ja, dan is er weer tijd voor wat andere dingen te gaan doen en dat is ook weer prettig natuurlijk, hè? Ik wil nog wel eens ergens een emmer even laten staan voor straks. En hij werkt super netjes. Dus altijd alles helemaal mooi opgeruimd. En hij weet altijd precies waar hij het moet pakken. En ik wil nog wel eens iets kwijt zijn. Ja, dat is wel iets wat ik echt geleerd heb. Ja, dat is de finishing touch. Het is ook leuk werk natuurlijk. Want als je in een ijsalon komt, dan ben je eigenlijk altijd... Je wordt verrast. Het is een verwennerij. Mensen vinden het altijd erg prettig. Dus de mensen zijn ook altijd leuk om mee om te gaan. Is toch wel lekker, ja. Alsjeblieft.